Het is overigens de 25e editie, een jubileum dus, van het Jeugdfilmfestival, dat in al die jaren een stevige reputatie kreeg. Auteur Jan Terlouw komt als eregast, want zijn boek De Koning van Katoren is nu verfilmd, maar er is nog veel meer goede kinder- en jeugdfilm te beleven, zoals Ice Dragon, een Zweeds kleinood over een aan zijn lot overgelaten jongen op de vlucht voor de sociale dienst. Ice Dragon is gedurfd, eigentijds en steekt een gebalde vuist op. Te ontdekken op het Jeugdfilmfestival met ettelijke andere films waar ook volwassenen vaak veel aan hebben. Raadpleeg hun site voor meer informatie.